Hij heeft hier in Zeist bij de KNVB een hoop uren gemaakt de afgelopen maanden. Randy Wolters tekende afgelopen zomer vol goede moed bij NEC. Maar nog voordat hij überhaupt een wedstrijd speelde, raakte hij op de training zwaar geblesseerd aan zijn knie. Hij is nu op de weg terug. Hij heeft afgelopen week voor het eerst bij Jong NEC minuten gemaakt. En hopelijk dus ook snel bij het eerste. Ik ken hier wel wat mensen en die zeggen allemaal dat ze wel allemaal horen als jij er bent. Oh, is dat zo? Ja, dat is. Ik ben eigenlijk een hele stille jongen. Ja, dat is echt niet waar. Dat is... Hoezo? Hoezo? Ik ken jou niet goed, maar dat is echt niet waar. Nee, ja, ik ben wel aanwezig. Ze gaan wel merken de komende maanden dat je hier niet bent. Het is stil toch? Hij is helemaal klaar met je. Hij is blij dat je weg bent. Ja. Ik ga jou iets naar beneden doen, man. Echt een fysio, hè? Normaal wilde een krukje zo en nu... Dit ga je niet missen, denk ik, zo op de behandeltafel. Nee. Of niet? Ik ben wel blij als ik hier in principe niet meer hoef te komen. Moet je nog wel komen alleen voor de gezelligheid? Ja, ja, gewoon voor de leuk. Mensen van hun werk afhouden. Maar even helemaal terug naar het begin. Je had getekend bij NEC. Ja. En toen? Ja, het ging allemaal goed. Het ging nog maar 5 minuten of zo van de training. En ik kwam scheen tegen scheen. Ik had eigenlijk alleen maar last van mijn scheen. Ik ging echt kapot. En de trainer zei nog van, sta op. Dus ik liep een beetje mank veld. En toen zei hij van, heb je steentje in je schoen? Dus we waren alweer een beetje aan het dollen. Maar was uiteindelijk de training afgelopen. Dus fysio deed wat testjes met mijn knie. En toen zag ik al wel aan zijn bakkers dat dat niet goed was. Niet goed was. Alleen ja, hij durfde het ook wel niet te zeggen. Want het is de eerste grote blessure om maar zo te zeggen. Dus ik wist echt niet wat. Ik dacht van ja, fuck it, ik een beetje ijs of zo. En nee, toen hebben we toch een MRI laten maken. En kreeg ik een belletje dat het helemaal kapot was. En toen, hoe ben je dan? Want je bent altijd wel een beetje meneer Positivo. Ja, nee, toen was ik al. Ik moest gewoon huilen en ook gewoon omdat je het niet in de handen hebt, zeg maar. Je moet maar gewoon vertrouwen op de arts dat hij... Ik was echt, straks heb hij ruzie met zijn vrouw of zo. Ik noem maar wat. Ja. Of, hij heeft gezopen de dag voordat hij mij moet opereren. Of zo. Ik wil ook echt niet op maandag geopereerd worden. Nee, maar je dacht misschien zondag... Ja, precies. Ik denk, dat gaat er echt niet worden. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Zo, even gefietst. Nou, ik zou niet voor de tour gaan. Nee. Iets wat je volgens mij ook wel echt tot de been houdt, is je kleine meid. Ja, mijn dochtertje. Het is allemaal cliché en zo, maar het is echt zo. Ik denk ook echt, als ik die kleine meid niet had gehad, dan om niemand anders tekort te doen, hoor. Absoluut. Ook mijn vrouwtje, die staat overal achter, weet je. En dat is wel je drijf, zeg maar, om te gaan knallen, zeg maar, weet je. Als ik loop de kloot hier en ik kom niet goed terug en het is, ik noem maar wat, je contract loopt af over 2 jaar, dan is het moeilijk een vuilniszak aantrekken, zeg maar. Maar even, hè. Ik zag wat beelden van haar eerste verjaardag. Ja. Even serieus. Ja. Ik weet niet wat jij moet doen als zij 16 wordt of zo, maar... Walt Disney was er en... maar dit is het eerste verjaardag alleen. Hè. Maar het is niet zo dat we dat elk jaar gaan doen. Wat me ook op de been doet was bijvoorbeeld, weet je, Leon, weet je, die helemaal kreupel lag en die mij dan zeg maar moed aan het inpraten was, zeg maar, weet je. En, maar achteraf voel je dan echt gewoon echt een mafkees, zeg maar, weet je. Dat ik dan tegen hem, hoe de fuck kan ik tegen hem dit zeggen dan? Die gasten wil je niet teleurstellen, zeg maar. Nee. Ik hoop gewoon dat ik zo snel mogelijk die oude Randy ben en ik heb misschien wat tijd nodig. En die tijd geef ik mezelf en ik weet ook dat ik die tijd krijg van de club, dus en dan gaat het wel gaat goed komen.